ben Leo Stroeven en ik woon al 55 jaar in Overvecht. Het bevalt me goed en ik hou van Overvecht en daarom zet ik me ook in voor Overvecht. Hoe ben je terechtgekomen bij u in de wijk Overvecht? Nou, ik heb een tijd geleden een boek geschreven. Een klein boekje. Ik was toen bezig met een speelfilm over Overvecht. Heb ik een boekje gemaakt van de verhalen die wij niet gebruikten voor de film. En ineens was er een filmploeg van U in de wijk Overvecht bij mij op bezoek. En toen sprak ik met die cameraman. En ja, eigenlijk zo ben ik bij U in de wijk gekomen. Is er een item die jij graag aan de kijkers wil laten zien die jij bijzonder vindt? De koninklijke onderscheiding van Els Wegdam vind ik een hele bijzondere. Ook omdat we hadden een zwijgplicht. Ik mocht niet, ik wist het zeker al 8 maanden van tevoren. Ik mocht het aan niemand vertellen. Dat vond ik ontzettend moeilijk. Want de mensen die heel dicht bij me staan, ja, je wil alles delen, ook dat. En Pim Walekamp was daarbij betrokken. Op een gegeven moment ook Ben Hendricks, onze oude cameraman. En met hem heb ik dat gemaakt. En ja, dat vind ik toch. Die zou ik nog wel graag willen zien. Vandaag is het een heugelijke dag voor de wijkraadvoorzitter Els Wegdam. Ze weet het niet, want wij hebben haar hier naartoe gelokt. Maar zij krijgt een koninklijke onderscheiding. Uw passie, energie en humor zijn een gouden combinatie. Daar neemt iedereen zijn hoed voor af, van Overvecht tot in het verre Suriname. Zijn majesteit, de koning, heeft besloten u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Nou, het is natuurlijk een geweldige verrassende dag vandaag. En wat moet ik zeggen? Ik vind het een bijzondere idee over het wijkraadwerk. Ja. En zeker in deze moeilijke tijden, waarin het wijkraadwerk toch wel wat ter discussie staat, waarin we gaan verbreden en waarin we ons niet altijd gewaardeerd hebben gevoeld. Vind ik dit echt een prachtige onderscheiding, want ik denk dat het ook een waardering is voor al het wijkraadwerk. En Jan, jij staat hier natuurlijk als representant van de koning om mij dit te geven. En je bent in dit geval maar representant, maar als ik nog iets voor Overvecht mag vragen, doe die plannen voor de prostitutiezone weg en die koffiezone. Nee. Ik volgde u in de wijk Overvecht. Altijd. Ik vond heel veel items al mooi. Ik vond heel bijzonder hoe ze die wijk in beeld werden gebracht. Vooral met veel positieve personen. En toen dacht ik, joh, ik kan daar ook aan meehelpen. Daar wil ik me voor inzetten. En ja, toen heb ik gesolliciteerd en toen kwam ik erbij. Els Wegdam is gewoon een moordwijf. Els Wegdam is al jarenlang, 16 jaar, zeer actief voor Overvecht. Onder andere als lid voorzitter van de wijkraad Overvecht. Ze heeft heel veel problemen, bijvoorbeeld gezondheid, wonen, sociale problemen, verkeer, veiligheid aangekaart. Ook met onderzoeken, met discussieavonden. En dan heeft ze echt Overvecht op de kaart gezet. Heeft ze ook problemen in Overvecht aangepakt en ook verbeterd. We mogen in Overvecht heel blij zijn met iemand als Els Wegdam, die Overvecht verbeterd. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Het was ook niet zo'n wonder dat Iman Winter, die moest helaas weg, want er was iets met zijn kenteken, jou vroeg om zitting te nemen in het organisatiecomité van Niki Rikomakandra. Ik vind het echt fantastisch dat Els een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Zeker sinds ik gehoord heb dat het al een paar jaar aan de gang is dat men bezig is om dat lintje voor haar aan te vragen. En ik ben echt ontzettend blij dat dat is gelukt vandaag. En vindt u dat ze dat verdiend heeft? Dat heeft ze absoluut verdiend. Ik weet niet hoe goed u Els Wegdam kent. Ik ken haar al behoorlijke tijd.
En zoals wel vaker is gezegd vandaag, ze is betrouwbaar, ze is efficiënt, ze is effectief. Ze is ernstig, maar ook, ook vrolijk en ze weet de boel ook bij elkaar te houden. Ze zet zich echt voor de volle 100% in als je haar ergens voor vraagt en ze zegt ja. En nu een mooi lintje. Ja, en een leuk feestje, want het was ook een receptie voor me georganiseerd. En het leuke is, ik hoef helemaal niks ervoor te organiseren. Iedereen heeft het voor me gedaan. En dat vind ik echt zo geweldig, dat de mensen in mijn omgeving dit voor me gedaan hebben. Ik vind het echt geweldig. Het is gelukt. En iedereen gelukt om het niet te verraden. Geweldig. Ja. Applaus. Uw zus heeft een koninklijke onderscheiding gehad. Wat vindt u daarvan? Ik noem haar een echte overvechter. Ja. He, want dat vechten, dat kan ze. Als zij ergens voor gaat, dan heeft ze dat helemaal in zich. Dus, en ik vind ook dat ze het helemaal verdiend heeft. Ze kan mensen verbinden. Ze kan dingen organiseren. Ze krijgt dingen voor elkaar. En ik denk van ja, het is niet voor niets dat de wijkraad Overvecht successen heeft behaald. Ik wilde nog wel iets zeggen over onze multiculturele achtergrond. We zijn in Suriname als kind opgegroeid. En daar heeft Els ook heel veel geleerd, waardoor ze in Overvecht, wat toch een multiculturele wijk is, heel veel kan gebruiken van wat we daar hebben gezien en meegemaakt. Allemaal verschillende bevolkingsgroepen, allemaal verschillende religies die vreedzaam met elkaar omgingen. Ja, ze schilden elkaar wel eens uit, maar dat doen Hollanders onder elkaar ook. Ik heb met U in de Wijk al heel veel bereikt. Hè. Ik heb U in de Wijk, Overvecht heeft me een andere kant van Overvecht laten zien. Voordat ik bij U in de Wijk Overvecht zat, had ik toch een kant van, toch wat meer de grimmige kant, waar je wel eens mee te maken hebt. En ja, bij U in de Wijk Overvecht zag ik bijzondere mensen die zich heel positief inzetten, zoals Roberta Hakki, Anna Broekman, et cetera, et cetera. Er zijn er honderden. Ja, en die hebben mijn visie helemaal veranderd. En dat vind ik een heel belangrijk factor van U in de Wijk Overvecht. Dankjewel voor je inzet. Je hebt een hele bijzondere clip gemaakt, maar waarom? Ik vond het wel erg leuk in deze tijd om even wat lucht in de... letterlijk in de lucht te gooien, zeg maar. In dit geval dus op social media. Het is best wel een lastige tijd natuurlijk. Veel onzekerheid. En zeker ook als muzikant zijnde natuurlijk. En ik vind soms moet je juist daar heel creatief mee omgaan. En ik vond het wel leuk om een clipje te maken van een cover in dit geval. En dat vooral met mijn familie en mijn gezin ook in dit geval. En vooral veel humor. Doe je dat vaak, een clip maken met je gezin? Nee, dat is wel echt vanuit nu. Mijn zoon die maakt af en toe een vlog nu vanuit school, want die zit ook thuis. Die kan er ook de deur niet uit, zeg maar. En daardoor ben je wel weer veel meer met het gezin bezig. Dus soms zeg ik altijd, moet je van een slecht moment een goed moment maken. En dat was in dit geval ook zeker zo. En ineens kwam het clipje bij. En toen vond ik het wel leuk om dat met het gezin te doen. Ja. Wat is het doel van de clip? Ik denk dat soms mensen het heel lastig vinden om de spanning een beetje los te laten, omdat het allemaal zo onzeker is. En dan vind ik het wel leuk om mensen dan toch het gevoel te geven van, oh ja, ik kan nu toch even lachen. Hè, even een knipoog, want ik benoem alles wel een beetje, niet letterlijk, maar wel figuurlijk in het clipje. En ik hoop dan dat mensen na het filmpje toch wel weer even, al is het maar 5 minuten, toch het gevoel hebben gehad van, oh, ik heb er even niet aan hoeven denken. Al die mensen vast in huis, voelden vast als een kluis. Ik vind altijd, zowel humor en muziek, dat zijn twee hele belangrijke componenten in zowel goede als slechte tijden.
En dat is een beetje wat ik heb proberen duidelijk te maken met dit clipje, het liedje. Ja. Nou, we zitten nu met in de corona. Hè. Je zei zelf, voor muzikanten is dat ook moeilijk. Wat maakt dat voor jou moeilijk? Nou ja, je kan als band niet spelen nu. Ik moet zeggen, wij hebben wel geprobeerd, in ieder geval met een kleine delegatie van de band waar ik in zit, om verzorgingshuizen daar in ieder geval één keer in de week langs te gaan om te spelen, zeg maar. En verder, ik ben betrokken bij Lister, een organisatie die zich inzet voor mensen met verslaving, psychisch of autisme. En ik probeer daarin ook met een kleine groepje muzikanten, probeer ik weer en dan weer een lied te componeren en dan straks daar ook weer een clipje van te maken. Om die mensen ook een beetje toch aan te blijven zetten, zeg maar. Want ja, die mensen zitten maar thuis en vinden dat best wel lastig. Als er nou bewoners zijn die zeggen van, hé, ik heb ook een leuk idee, kunnen ze bij jou terecht? Ik heb een website, desprojects.com. En daar kunnen ze altijd kijken wat ik allemaal zo'n beetje doe. En als mensen zich aangesproken voelen of denken, nou ja, daar zou ik graag gebruik van willen maken, dan kunnen ze me altijd mailen. En dan kan ik altijd kijken wat mogelijk is. Ik zit thuis en denk, wat ga ik doen? Ik verdien iets, krijg nu geen voet. Ga naar boven. Tree voor tree, de computer aan, voel me oké. Mic hier links, instrument rechts en begin. Muziek geeft me weer zin, muziek geeft zeker weer zin. De ene keer voor een tehuis, of een andere plek in de sluis. Zie mensen met de lach. De ander met een traan, ook dat mag. Verzorgers links, bewoners rechts. Ik begin muziek maken met zin. Al die mensen vast in huis voelden vast als een kluis. Maar nu voelt men zich weer vrij, dus maak ik mensen blij en denk. Zie je wel, hoe dan dank je wel. Dus maak muziek. Al die mensen vast in huis voelden vast als een kluis. Maar nu voelt men zich weer vrij, dus maak ik mensen blij en denk. Zie je wel, hoe dan dank je wel, dus maak muziek. Dit was het dan weer voor deze week. Volgende week weer 3 nieuwe onderwerpen van het afgelopen seizoen. Heeft u een vraag of misschien wel een tip? Ga dan naar overgevecht@uindewijk.nl. Wilt u deze leuke filmpjes nogmaals bekijken? Ga dan naar uindewijk.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.